We hebben hier een manifestatie om steun voor onze doelstellingen te krijgen. En onze doelstellingen zijn om meer laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen hier in de stad. En niet zoals de gemeente dat doet nu, zoveel plekken sluiten en dan toch op televisie gaan en zeggen dat het allemaal zo goed gaat. Dit actie is nodig omdat de gemeente die hebben een heel goede reclamemachine. En die is heel goed geolied, ze heeft veel geld ingestoken midden wat wij hebben. En dit is wat wij kunnen doen om te laten zien dat dingen lopen niet zoals de gemeente aan het publiek voorstelt. Nou, we willen het bespreekbaar maken dat dakloze mensen zijn ook mensen zoals andere mensen die ook een eerlijke kans verdienen in de maatschappij. En dat die niet moeten gestigmatiseerd en gecategoriseerd worden als een randjesloper of iemand die niet serieus zijn best doet om mee te draaien in de maatschappij. Een mens is, het zijn allemaal mensen, hè? Niet junkies, niet alcoholist, niks. Zij is mens geworden in een heel klein. Ze zijn geboren bij papi mam, allemaal. En dus hoor je wel dat te respecteren, dat is vrijheid, gelijkheid en broederschap. Eigenlijk, ieder mens heeft recht op geluk en een onderdak. Ongelooflijk. Hè? Je slaapt ergens in een bootje. Die zie je dus achteruit gaan. Hè? En door die strenge winter en gebrek aan warm weer, denk ik dat het voor sommige mensen heel erg moeilijk wordt.
Ja, die is wel, weet je wel. Ja, die... De gemeente Amsterdam heeft een heel duidelijk beleid op dit moment over daklozen. Als je dakloos bent en je zit in de problemen, dan hebben ze een traject voor je, een soort van systeem, een soort van machine waar je in moet. En dan moeten er allemaal dingen geregeld worden en dan uiteindelijk dan ga je van de straat. En de gemeente Amsterdam heeft heel erg bedacht dat daarmee de dakloosheid Amsterdam uitgaat. Maar wij zien in realiteit dat niet per se werkt. Dus er vallen heel veel mensen uit het traject, doordat ze bijvoorbeeld bepaalde dingen niet geregeld hebben, als ze geschorst worden bij een inloophuis, of als ze nog geen 2 jaar in Amsterdam wonen en ze hebben hun papieren niet rond, dan komen ze ook niet in aanmerking voor zo'n traject. Dat betekent dat er ontzettend veel mensen uit dat traject vallen. Nu hebben wij laagdrempelige nachtopvang. Dat is nachtopvang waar je ongeacht je situatie gewoon in kunt, omdat je gewoon moet slapen. Nu hebben wij dat heel erg gezegd vandaag, dat wij dat ontzettend belangrijk vinden dat dat blijft bestaan. Omdat aan de basis van dat systeem er natuurlijk gewoon iedere keer als er mensen weer uitvallen of als er nieuwe mensen komen, dan moet je dat op een bepaalde manier opvangen. Dus wij hebben gewoon vandaag heel erg daarvoor gestreden, omdat we ook merken dat bij de gemeente Amsterdam überhaupt helemaal geen prioriteit heeft. De nachtopvang waar wij werken is met de helft van de mensen gekort. Het stoelenproject gaat deze zomer weer dicht. En we zien vooralsnog geen nieuwe laagdrempelige nachtopvang komen. En we hebben heel erg vandaag gezegd van jongens, ga daar nou eens naar kijken. Ga daar nou eens naar kijken naar de echte probleemgevallen. En zorg ervoor dat wij die mensen kunnen blijven verzorgen. Want je mag hier niet op straat slapen. Als je op straat slaapt, dan krijg je een boete. Als je 3 boetes hebt, dan kom je op een gegeven moment met justitie in aanraking. Dan kom je in de bak terecht. Dus in Amsterdam op dit moment, als je dakloos bent, heb je 3 keuzes. Of je gaat de stad uit, je gaat ergens anders heen. Of je gaat een traject in, dan moet je mazzel hebben als je zo'n traject in. Of je gaat de bak in. Dat vinden we echt een hele kwalijke situatie, dat nu zich zo aan het ontwikkelen is. En we willen dat daar aandacht voor is en dat het gaat veranderen. Ik ben hier omdat het schandalig is in een land waar zoveel leegstand is qua kantoorruimtes. Dat daar, en een land wat zo rijk is feitelijk, dat daar nog mensen op straat leven. And it's been coming all my life. It's so cold, it's cold. Just a cycle, fast and slow. I know, and I can't stop my war hunger. Wat ik vind dat een persoon moet doen om zijn situatie te verbeteren, is steeds beter de intentie hebben om beter te corrigeren, om te leren van zijn fouten. En steeds weer kritisch naar jezelf kijken en steeds een stapje verder proberen te kijken. Je moet een doelstelling hebben, weet je. Een doelstelling, ik bedoel, een huis krijgen is een recht, het is geen gunst. Daarvoor hoef je niet zoveel hoofdpijn over te hebben. Mensen moeten dingen doen aan hunzelf, om zichzelf te verbeteren. En als je jezelf verbetert, zo kan je ook anderen verbeteren. Want iedereen weet haast goed wel wat goed is en wat fout is. Nou, om te beginnen moet er gewoon gezorgd worden dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en kan wonen. Maar in Amsterdam is überhaupt een gezin met een modaal inkomen kan al nauwelijks wonen, omdat de prijzen zo achterlijk hoog zijn. Dus ja, er is natuurlijk heel veel meer aan de hand met huizen en woningnood, ook voor studenten. Dus ja, kapitalisme heet dat. Af en toe moet je ook raken, blijkbaar. Dus ik hoor dat er iets op stapel staat deze week. Ja, belangrijk.